In het Waterlandsarchief in Purmerend leeft het verleden. Je kunt er onder andere terecht voor bouwvergunningen die in het verleden zijn afgegeven door de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer, Waterland en Wormerland. En de voorgangers ervan. Als je je huis gaat verbouwen, heb je namelijk vaak een bouwtekening van de bestaande situatie nodig. Voor bouwvergunningen kun je in veel gevallen terecht in het Waterlandsarchief. Met uitzondering van de recente vergunningen, want die liggen nog bij de gemeente zelf. In de studiezaal van het Waterlandsarchief kun je op dinsdag, woensdag en donderdag terecht voor het aanvragen van bouwtekeningen, na een voorafgemaakte afspraak. De studiezaalmedewerker zorgt ervoor dat tekeningen en vergunningen kunnen worden ingezien. De bezoeker mag daar zelf foto's van maken. Dat is uiteraard gratis, maar voor het laten maken van kopieën moet worden betaald. Sinds 1901 is de woningwet van kracht en is een bouwvergunning verplicht bij zowel nieuwbouw als verbouw. De oudste bewaard gebleven vergunningen van bijvoorbeeld Beemster dateren uit 1905. Zoals alle archieven zijn ook de vergunningen opgeslagen onder geclimatiseerde omstandigheden. Al liggen de tekeningen daar goed, er treedt toch slijtage op door veelvuldig gebruik, vooral van de kwetsbare kalktekeningen. Tijden veranderen, want zo langzamerhand worden alle bouwvergunningen gedigitaliseerd. Een mooie vorm van verduurzaming van archief. Want zo zijn de documenten en tekeningen gewaarborgd voor de toekomst en kunnen sneller worden verstrekt aan gemeenten en bezoekers. Nou, het digitaliseren van de bouwvergunning is eigenlijk een proces dat handmatig en analoog begint. We doen dat door eerst de dossiers te controleren op volledigheid. Dat gaat vervolgens naar een scanbedrijf. Die zorgen ervoor dat alles netjes gefotografeerd wordt voor ons. Dat komt vervolgens weer bij ons terecht. Er zijn inmiddels al heel veel bouwvergunningen online te vinden en dat wordt straks alleen maar nog meer. Maar we kunnen niet alles tonen, want we moeten wel rekening houden met privacy gegevens die in de dossiers voor kunnen komen. Dus sommige dossiers kun je niet inkijken vanwege privacy redenen. Maar je kunt daarvoor wel altijd hier op onze studiezaal terecht om de dossiers volledig digitaal te kunnen bekijken. Het hele project om onze bouwvergunningen te digitaliseren zal naar verwachting tot en met 2025 lopen. Meneer Breebaert, u bent de bewoner van deze prachtige boerderij. Hoe lang woont u hier al? We hebben het pand aangekocht als familie vanuit een ander bedrijf in 94. En we zijn zelf na een bedrijfsoverdracht 2008 zijn we eigenaar. En wat is de huidige functie van de boerderij? Ja, nog steeds woning. En het stolopgedeelte, dat is voornamelijk opslag geworden. Oké. En is het fijn wonen, zo'n oude boerderij? Het woont mooi. Ja, in de zomermaanden is het sowieso mooi. Is het ook lekker koel binnen. Maar in de wintermaanden is het toch wel frisjes. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het stoken zal ook wel wat kosten. Ja, er gaat flink wat gas doorheen. Ja. En weet u of er ten opzichte van de oude staat van de boerderij, of er veel veranderd is? Er zijn wel verschillende dingen gedaan. Dat hebben wij in 1994 al hebben flink verbouwd. De bovenverdieping is de indeling veranderd. Er zat een hele dikke schoorsteen erin. Die is helemaal verwijderd. Zo zijn er nog meerdere punten die aangepakt zijn. Nou, u weet dat als u wilt verbouwen aan de boerderij, dat u prachtig bij het Waterlandsarchief terecht kan natuurlijk voor de bouwtekeningen. En ik heb zo'n oude bouwtekening bij me, dus die wil ik u graag even laten zien. Laat me zien. Op deze kaart uit 1912 zie je een aantal mooie oude details nog naar voren komen. Hier bijvoorbeeld de voorgevel met de naam van de boerderij, Leegwater. En dan zie je hier de toegang en dan nog de paardenstal en ook nog de kamer en suite.